5 mei 1945. Voor het eerst na 5 jaren wapperde onze driekleur weer in een vrij Nederland. Maar dat Nederland was zwaar geschonden door oorlog en bezetting. Het leek een onmogelijke taak om uit deze chaos het land weer op te bouwen. Maar er werd met geweldige kracht aan begonnen. Grote stukken land, zoals de Wieringermeer en Walcheren, stonden onder water. Binnen enkele maanden tijd werden ze weer drooggelegd. Het spoorwegmaterieel dat zwaar beschadigd was, werd hersteld en vernieuwd, evenals de spoorlijnen. Vrij spoedig reed het verkeer weer over de bruggen. De meesten lagen in 1945 in het water. Nu liggen ze er met machtige bogen weer overheen. De grootste sluis van de wereld bij IJmuiden zag er bij de bevrijding zo uit. Ook hier duurde het herstelwerk niet lang. Kunnen we het ons eigenlijk nog voorstellen dat nauwelijks 5 jaar geleden Nederlandse kinderen zo naar voedsel liepen te zoeken? Nu is dit allang weer een heel gewoon gebeuren. Zo is er overal in Nederland gezonde opbouw te bespeuren. Opbouw niet alleen op stoffelijk gebied, maar ook op geestelijk terrein. Ontelbare duizenden hebben de bevrijding en de opbouw niet meer mogen beleven. Op vele plaatsen in dit herrezen Nederland liggen zij in onze aarde gekoesterd. Amerikanen, Engelsen, Canadezen, Polen en Russen die ver van hun vaderland het leven lieten. Elk jaar herdenken wij hen. En met hen ook de duizenden Nederlanders die voor dezelfde zaak hun leven offerden. Laten wij ons in deze dagen nog eens realiseren dat zij allen het waren die onze vrijheid mogelijk maakten. En laat ons hun nagedachtenis altijd in ere houden.